Dit is een bespreking van het eerste stukje Latijn van Apud Becondita, boek 26, paragraaf 18, over de verkiezing van de jonge Scipio als opperbevelhebber in Spanje. De situatie is de volgende. Hannibal is weer teruggegaan naar Zuid-Italië na zijn mislukte mars op Rome. De Romeinen hebben Capua weer ingenomen en straffen de stad tamelijk gruwelijk. De Romeinen richten zich vervolgens op de strijd tegen de Carthagers in Spanje. En daar in Spanje waren nog niet zo lang geleden twee Scipio's gesneuveld in de strijd tegen de Carthager. De vader van de jonge Scipio en de oom van de jonge Scipio, dus de broer van die vader. In deze situatie besluit de Senaat om een nieuwe opperbevelhebber te laten kiezen door de volksvergadering. Dat is ongebruikelijk, omdat dat normaal gebeurde door de Senaat zelf. Maar nu er twee bevelhebbers gesneuveld waren, kwam de Senaat er zelf niet uit. Die volksvergadering komt bedroefd over de dood van die twee Scipio's die ik net genoemd heb, samen op het Marsveld. En daar zitten we aan het begin van het eerste stukje Latijn. Maesta is het eerste woord, bedroefd, congrueert met civitas. En die civitas betekent burgerij. Dat zijn dus de cives, de burgers van Rome, die stemrecht hebben in de volksvergadering. Ithaca betekent dus de bedroefde burgerij. Het werkwoord staat daar, de scandit, die daalde af in Campum naar het Marsveld. En achter die civitas worden er een paar dingen gezegd hoe die burgers eraan toe zijn. Die zijn bijna proper, arm van advies, staat er letterlijk, arm van plan. Inops betekent eigenlijk arm. En in de genitieve staat dan waar je dan arm aan bent. Dus arm aan plan, zonder plan. Die daalden ze wilden toch een besluit nemen, die daalden toch af naar het Marsveld. En hier staat nog de tijd op de dag van de volksvergadering, van de comitia, van de verkiezingen. Adque en in magistratus versi, daar richt de camera zich op mensen die gericht zijn naar de magistraten. Dat zijn dus de consuls en de andere leden van de uitvoerende macht. Die versi, die staan hier in het meervoud, dat zijn natuurlijk dezelfde mensen, de kives, de burgers, die daar nog in het enkelvoud civitas werden genoemd. Dus, en de gewenden, zij die gewend waren naar de magistraten, dat zijn dus die burgers, die circumspectant, die kijken rond naar de ora, de gezichten van de leiders. Dus de senaat en de uitvoerende macht, de consuls en aanverwante artikelen. Bij die principum staat een participium, namelijk intuentium, al aankijkende anderen. Dus alios is leidend voorwerp van intuentium, terwijl ze anderen aankeken. En alium, terwijl andere leiders de anderen aankeken. Aliorum, alios is vertaald met elkaar. En ze morren, fremeren is mopperen. Onderwerp zijn nog steeds diversi, dus die burgers die lid zijn van de volksvergadering. En zij morren, daarvan afhankelijk twee ACI's, namelijk perditas res, esse, moet je daar al aanvullen, dat de zaken verloren waren en dat er gewanhoopt is aan over, staat er letterlijk, over de staat. En dat het er hopeloos voor stond met de staat, heb ik vertaald. En wel, adio ut. Zo waren de zaken verloren en zo was er gewanhoopt dat nemo audiat, dat niemand durfde te akiperen, te ontvangen, op zich te nemen, het imperium, het opperbevel naar Spanje. Ik heb vertaald over Spanje. Dus in die algemene wanhoop gebeurde er iets. Cum subito, toen plotseling. En bij dat, van dat cum hangt af het werkwoord helemaal achteraan, constitet, toen plotseling iemand opstond. En die hoofdpersoon komt hier natuurlijk meteen in beeld, toen plotseling Publius Cornelius. Die wordt voorgesteld, dat is namelijk de filius van die Publius qui, die in Spanje gevallen was. Ik heb het net in de inleiding gezegd.
Nog iets waarmee die jonge Scipio wordt voorgesteld. Hij was 24 ongeveer jaren geboren. Natus is letterlijk geboren. Hij was ongeveer 24 jaar oud. Dat is dus eigenlijk veel te jong voor zo'n belangrijk bevel. Die stond dus op, constitit. Professus van profiteri is openlijk verklaren, deponens, dus dit moet je actief vertalen, verklarend of verklaard hebbend, kan eventueel ook. Ik heb het hier vertaald met openlijk verklarend, daarvan afhankelijk opnieuw een ACI, openlijk verklarend, C. Petere, dat hij streefde, staat er letterlijk. En Petere is de technische term voor zich kandidaat stellen voor dat opperbevel in Spanje natuurlijk. Dus hij zegt, hij staat op en hij zegt dat hij zich kandidaat stelt. Op een plaats, een hogere plaats, van waar hij kon posset, conspici gezien worden. Dus die Scipio, die constitit, die gaat staan op een plaats, een hogere plaats, van waar hij kan gezien worden. Hij roept dat hij zich kandidaat stelt. En hij is inmiddels voorgesteld in quem. Die quem, een relatieve aansluiting, dat is die jonge Scipio natuurlijk. Dat is de hoofdrolspeler in deze zin. Naar hem, nadat van allen de gezichten gewend zijn. Dus iedereen kijkt nu naar deze Scipio. En dan het hoofdwerkwoord in de hoofdzin, dat is ominati sunt, hebben ze voorspeld, een deponens, dus actief vertalen, hebben ze voorspeld, clamore ac favore. In de hoofdzin is dat de hoofdrol, er ontstaat meteen geschreeuw van bijval, met geschreeuw en met bijval hebben ze voorspeld, dat doen ze ex templo, meteen, onderwerp zijn natuurlijk die burgers, hebben ze voorspeld, een Felix Faustumque Imperium, een gelukkig en succesvol opperbevel. Dus de leden van de volksvergadering beginnen meteen te roepen, ja, laten we deze jonge Scipio benoemen tot opperbevelhebber in Spanje.